Goedemiddag, welkom in het Turfgat. Ik ben Prins Ewout de Eerste, samen met mijn adjudant Martin Kossen. Ik zal even kort vertellen wat wij hier vandaag allemaal gedaan hebben. Vandaag hebben wij officieel de startschot van de carnaval. Vlaggen is een week voor het carnaval. Nieuwe traditie is Lahaar. De vlag is geheerst door de schilder van Lahaar. Een grote bedrenker, een grote brein achter het logo van de Turfgat. Dus daar zijn we heel erg blij mee. Het carnaval in Lahaar gaat dit jaar anders verlopen dan andere jaar. We gaan het in mei organiseren. Vanwege de coronamaatregelen hebben wij besloten om het later dit jaar te doen. Eenmalige actie, volgend jaar is het gewoon weer. Standaard procedure, wil ik het zeggen. Ja, dus eenmalig vieren wij dit jaar het Friese carnaval in mei. Dus we hopen jullie allemaal te zien in mei. En volgend jaar gaan we het gewoon weer. Tweede weekend mei trouwens. Tweede weekend mei. En volgend jaar doen we het gewoon in februari.